Overal ter wereld hebben boeren te maken met verdichte, verzilte of verzanden en daardoor lastige bodems. Wereldwijd daalt de humusbalans en daarmee de vruchtbaarheid van de bodem steeds verder. Voor de oplossing van het probleem moeten we 20 miljoen jaar terug in de tijd. Waar nu Keulen ligt, bevond zich vroeger een baai, omringd door weelderige varenbossen. In de loop der tijd overstroomden de bossen vaak en werden door afgezet sediment bedekt, waarop weer nieuwe bossen groeiden. Door de stijgende druk werden de diepere lagen eerst tot turf en later tot bruinkool samengeperst. Bruinkool is rijk aan zogenoemde humusstoffen. Vooral de humuszuren kunnen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van wereldwijde bodemdegradatie. Tegenwoordig wordt de grondstof in reusachtige bruinkoolgroeves door geschoolde geologen afgegraven. De bruinkoolgroeve van Garzweiler is de grootste ter wereld en ligt in Noord-Rijn-Westfalen, ten westen van de Rijn. Humantec GmbH ligt op slechts een steenworp afstand van de groeve. De Duitse onderneming onderzoekt al meer dan 40 jaar nieuwe toepassingen voor op humusstof gebaseerde producten. Daarvoor werkt Humantec ook samen met instellingen zoals het Fraunhofer Instituut en het Forschungszentrum Jülich en beschikt over veldstudies van klanten uit de hele wereld. Als onderzoeks- en ontwikkelingsonderneming slaat Humantec een brug tussen wetenschap en toepassing. Made in Germany staat voor hoge kwaliteit. Wij testen onze producten in het laboratorium, dus elke partij, elke batch wordt onderzocht en getest of de kwaliteit in orde is of niet. Tegenwoordig behoort Humantec met klanten in meer dan 70 landen tot de wereldmarktleiders in de branche en ontving al talrijke economische en innovatieprijzen. Onze producten kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodemstructuur, het weer verhogen van het aandeel humuskoolstof in de bodem en daarmee het herstellen, respectievelijk behouden van de vruchtbaarheid van de bodem. Dat betekent meer opbrengst, meer groei en tegelijkertijd milieuvriendelijke producten. De producten van de Duitse onderneming worden ook gebruikt in de diervoederindustrie, farmacie en milieutechniek. Maar de belangrijkste sector blijft de landbouw. Naast het basisproduct perlhumus worden hier voornamelijk organische bodemverbeteraars als likhumus of pauwhumus en micronutriëntmeststoffen zoals humiron gebruikt. Het gebruik hiervan verhoogt niet alleen de kwaliteit en gezondheid van bodem en planten. Het verlaagt ook de teeltkosten, omdat de behoefte aan meststof op duurzame wijze wordt verlaagd. Alle producten van Humantec GmbH worden ontwikkeld, geproduceerd en verpakt in het Duitse Grevenbroeg. Vanaf daar vinden ze hun weg naar klanten over de hele wereld. Met zijn producten levert Humantec een bijdrage aan het behoud en de opbouw van de vitale humuslaag op onze akkers, de bescherming van het milieu en een garantie voor wereldwijde voedingszekerheid. Humantec haalt het beste uit bruinkool.